Dit is de avond van de VPRO. Schrijfster Christine Hemmerrechts wil niet dat het stuk Klaarlichte Nacht van theatergroep Flint wordt opgevoerd in Vlaanderen. In het stuk worden teksten gebruikt van haar overleden man, de dichter Herman de Koning. Ze gaf aanvankelijk toestemming, maar was onthutst toen ze het resultaat zag. Dit had niks te maken met Herman in zijn poëzie, vond ze. En dus houdt ze nu tegen dat het stuk in België wordt gespeeld. We hebben Christine Hemmerrechts aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Deze vele strategieën zegt dat het niet zou moeten kunnen, zoiets. En dat je er ook niet veel aan vond aan het stuk. Klopt dat een beetje? Ik heb de voorstelling gezien al een hele tijd geleden, zomer 2011. En ik had er grote moeite mee. Ik vond dus dat de poëzie van Herman, de teksten van Herman, dat die helemaal niet tot hun recht kwamen. In die teksten zit heel veel subtiliteit, veel tederheid, veel melancholie, veel poëzie, zeg maar. En die was weg. Ik wist niet waar die naartoe was, maar die was gewoon verdwenen. Dus ik vond dat de manier waarop zij die teksten brachten eigenlijk bijna een ontkenning was van wat ik zie als de essentie van het werk van Herman. Dus ik was er echt behoorlijk ontdaan over. En ik was ook op mezelf, omdat ik toestemming had gegeven zonder te zeggen van ja, ik wil toch een try-out zien of ik wil toch ergens betrokken zijn. En natuurlijk was dat bij de uitgeverij, toen zei de uitgeverij, ja maar hoor eens, jij hebt alleen toestemming gegeven voor Nederland. Jij hebt geen toestemming gegeven voor Vlaanderen. Dus als jij wil, kan je daar nog dat inperken, tegenhouden. En dan heb ik gezegd, ja oké, dan... want ik vond echt dat ik verkeerd had gedaan door die toestemming te verlenen voor de eerste keer. Dus ik dacht van oké, ik zal nou voor het eerst in 15 jaar weduwschap zal ik gebruik maken van het recht om toestemming te weigeren. En dat heb ik gedaan in dit geval. Ja, dat betekent de facto dat ze het niet op kunnen voeren in Vlaanderen. En toen was het woord verbieden was niet ver weg. Dat je ziet dat dan in de krant staan. Hè. Hemmerrechts verbiedt een heel stuk over Herman de Koning. En dan klinkt dat toch wel anders, harder, dan dat ik dat ervaar. Maar goed, dan zijn we aan het discussiëren over semantiek. Ik word nu ook beschuldigd van censuur. Terwijl ik denk, ja, maar censuur, dan zou het zijn dat ik bepaalde uitspraken over Herman verbied. Hè. Ja. Je gaat het dus over auteurs, zeg. Ja, ik denk eventjes, ik ben ook wel een beetje andermaal ontstaan door de vele reacties hierop, omdat ik denk, ja, maar waarom vraagt men mij toestemming? Blijkbaar mag ze alleen maar toestemming toestaan. Hè? Dat is een beetje eigenaardig. Dus de eerste keer dat ik dat dan niet toesta, word je dan van allerlei dingen beschuldigd. Terwijl het voor mij eigenlijk gaat om het beschermen van het werk van Herman. Ja, je zou ook kunnen zeggen, het heeft nu al zo lang in Nederland is te zien geweest. Er is een cd van gemaakt. Hoeveel schade valt er dan nog te beperken? Zo breedvoerig is dat ook niet gebracht in Nederland. En ik denk ook dat Herman is bekender, denk ik dan, in Vlaanderen. Heeft daar meer een reputatie. Ja goed, ik besef heel goed dat je daar eindeloos kan over discussiëren. Het is ook niet zo dat ik niet in staat ben om het standpunt van andere mensen te zien. Maar ik heb toen echt op basis van die voorstelling de beslissing genomen van, Jezus, wat heb ik gedaan door die toestemming te verlenen? En in overleg met de uitgeverij heb ik dan gedacht, oké, ik zal het inperken. Dus, en ik voel toch ook wel dat ik daarin niet over één nacht ijs ben gegaan. Dat het, dat het echt is wat ik meen. Ik was echt ontdaan door die voorstelling. Maar waar was je precies ontdaan over? Wat ik je zei, dat wat ik zie, de essentie van Herman, een complexe, melancholieke, tedere man, met hele fijne, speelse poëzie, mooie observaties, al dat fijne, het subtiele was eruit weg. Begrijp je? En toen dacht ik, maar ik had die mensen nooit aan de slag mogen laten gaan met dat werk van Herman. En ik dacht, ja, misschien doen zij op andere vlakken, brengen zij wel dingen die heel goed zijn.
Maar hier voor mij werkte het niet. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, je moet dat helemaal loslaten, je moet mensen maar laten doen. Dat is ook een mogelijk standpunt, dat weet ik wel. Maar ja, ik zit nu nog altijd in die rol van degene die toestemming moet geven of geen toestemming geeft. Ja, je zou ook kunnen zeggen dat het werk van Herman de Koninck is zo sterk van zichzelf dat dat niet aan te tasten valt door een voorstelling die misschien minder geslaagd is. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Ik vind het allemaal mogelijkheden toe, maar echt waar het idee. Ik ben echt heel blij dat ik niet zou moeten die voorstelling zien toeren in Vlaanderen. En dan komt hij daar en dan komt hij daar en dan komt hij daar. Dan kan je zeggen van god, je wilt het toch ergens nog beschermen, afschermen. Daar is iets van aan. Maar ja, als Herman had geleefd, dan zou hij ook wel iets te zeggen hebben gehad, hè, over zijn werk, begrijp je? Ja, en hij had ook nog toestemming gegeven voor zoiets als dit. Ik weet het niet. Nee. Misschien, ik ben Herman niet, hè. Misschien was hij daar wel enthousiast over geweest. Het zou mij verbaasd hebben. Hè? Maar ik kan natuurlijk niet met 100% zekerheid voorspellen hoe Herman zou gereageerd hebben. Dat kan ik niet. Er is niet nog een gesprek mogelijk tussen jou en de gebroeders Flint? Wel, het is ook een beetje eigenaardig. Er is van hun kant een verzoek geweest tot een gesprek. Ik denk in alle eerlijkheid, als ik zo'n project zou maken, dan voor ik tijdens het wordingsproject van het project zou ik gaan praten zijn met nabestaanden, niet alleen met mij, hè, maar ook met goede vrienden, met zijn kinderen. Ik zou wel willen een idee hebben gehad van die man. Hè? Maar goed, dat is er niet geweest. Er is ook geen gesprek geweest toen ik daar was in Amsterdam. Toen ik dan die toestemming geweigerd heb, hebben zij ook geen contact met mij opgenomen. Dus dit alles, die toestemming kwestie, dat speelt een jaar geleden. En daar is nooit van hun kant uit een poging geweest om met mij tot een gesprek te komen. En ik heb er ook wel over nagedacht. Men heeft mij ook gezegd, ja, kan het dat men op basis van een gesprek, dat het nog verandert, maar... Het zit wat mij betreft vrij diep, vrij fundamenteel. Het gaat denk ik om een heel ander aanvoelen van de poëzie van Herman. Dus dan heeft het gesprek voeren niet zoveel zin meer, hè? Ik denk dat het niet zoveel zin meer heeft. Het probleem is natuurlijk ook dat het gesprek al een beetje zal vanuit een wat bitter standpunt vertrekken. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk, hè. Dat is veel beter geweest, indien er al sprake was geweest van een gesprek, dat veel vroeger zou gehouden zijn, toch? Er klinkt wel enige verbazing bij jou door, hè, in de reacties die er op geweest zijn, nu opkomen althans. Ja. Ik denk dan, weet je wat, ik heb ook niet gehandeld en geredeneerd vanuit theoretische principes. Ik heb heel erg gehandeld en gereageerd vanuit, denk ik misschien wel, een emotionele misschien, of een hele persoonlijke houding tegenover dat werk. Dat ik die voorstelling gerecht van toen aan het werk van Herman. En dat ik dacht, ja, ik had dit nooit mogen laten gebeuren. Dus ik ben niet gaan denken over grote principes van, ja, zoals een advocaat daar zou tegenover staan, begrijp je? Een emotioneel besluit, ja. Wel emotioneel, ja, dat klinkt dan alsof het zou impulsief zijn, wat het ook niet is. Maar het is toch wel heel erg, ja, de houding van bijna de plaatsvervangende auteur, zoiets. Zullen we tot besluit Herman zelf aan het woord laten? Dat lijkt mij een goed idee, maar ik bedoel, een advocaat kan me voorstellen dat ik heb daar niet naar gekeken zoals advocaat. Nee, dat begrijp ik. Dat lijkt me een lastige positie. Maar goed, Herman aan het woord. Want ik merk ook dat voor mij, het is allemaal verschrikkelijk emotioneel. Ik zou nu ook een beetje kunnen gaan janken. Denk ik, oh Herman toch. Als je gewoon blijven leven, dan had je het allemaal zelf kunnen beslissen. Dat was in alle gevallen het beste geweest, lijkt mij. Oké, goeie avond, hè. Dankjewel. Dag.